Goedenavond. Nieuwjaarsbijeenkomst een groot succes. Gouda krijgt gratis wifi in de binnenstad en Europees kampioenschap waterpolo in Gouda. Dit is de week van Gouda van vrijdag 24 januari. Toen de gemeenteraad van Gouda afgelopen najaar besloot om financiële redenen geen gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst te houden, bedachten een paar ondernemers en bewoners om dit zelf te organiseren. Dit gebeurde afgelopen dinsdag. Onze verslaggever Renate Visser was hierbij aanwezig. Meneer Schoenmaker, wat vindt u van het initiatief? Ik vind het een heel mooi initiatief. Denkt u dat het ook een gevolg gaat krijgen? Het zou mooi zijn, hè? Als je dit soort initiatieven hebt, en Gouda is wel de stad van dit soort initiatieven. Maar het is toch mooi als het een vervolg kan krijgen. Het hangt ook een beetje af van hoe het vandaag loopt. Maar volgens mij gaat het heel goed als ik zo de belangstelling zie en de drukte om me heen. Maar als ik dat zo zie, denk ik dat het een schot in de roos is. Absoluut. Maar wat zijn uw wensen voor het komende jaar? Ik vind dat Gouda echt, zoals ik het heb leren kennen, een stad is met ontzettend veel mogelijkheden. En ook met dingen die we zouden moeten doen, die kunnen verbeteren. En ik hoop dat we daar dit jaar weer grote stappen op mogen zetten op dat pad. Dan gaat het over de samenwerking in de stad. Samenwerking buiten de stad, verbetering op het gebied van de financiën en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hartstikke leuk. Ik vind het onverwacht, want ik heb zo ongelooflijk de pest aan die officiële recepties van gemeenten. Er gaat ontzettend veel geld doorheen en je ziet alleen maar de houten betoten, mensen die je altijd overal tegenkomt. Ja, ontspringt u nu mooi de dans? Ja, dus nu niet. Dus ik heb gewoon van thuis een fles wijn meegenomen die iemand mij had gegeven wat ik toch niet drink. Ik denk, hey, makkelijk. Cadeautje mee, neerzetten en gewoon gezellig met z'n allen. Leuk initiatief. Nog wat te snoepen meegenomen? Nee. Dat ligt hier gelukkig. Nee, ik had niks te snoepen thuis. Ja, ontzettend leuk. Hele leuke sfeer. Zo ontzettend leuk dat al die mensen, al die Goudenaars dit voor niks doen. Dat onbeschrijfelijk. Hartstikke leuk. Nou, een jaar van de verkiezingen. Dan zijn de wensen wel heel erg duidelijk. Zeker in de politieke zin. En in privé zin is het gewoon gezond en gelukkig zijn. En dan ben je eigenlijk wel blij. De Waag aan de Markt in Gouda staat sinds 20 januari in de stijgers vanwege werkzaamheden. Het gebouw wordt schoongespoten en voorzien van duivenwering. Ook wordt de nu spierwitte siersteen kunstmatig wat verouderd om zo een geheel te vormen met het historische gebouw. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de planning dat half maart de stijgers weer weg zijn. Op maandag 20 januari verhuisden alle verpleegafdelingen en de meeste polyklinieken van de Jozef-locatie naar de nieuwbouwvleugel van het Groene Hart Ziekenhuis. Vanaf 8 uur 's morgens werden alle patiënten van de verpleegafdelingen verloskunde, gynaecologie en kindergeneeskunde gefaseerd overgebracht. High-care patiënten werden met ambulance vervoerd en low-care patiënten met twee speciaal hiervoor ingerichte vrachtwagens. Onder politiebegeleiding maakten zij de oversteek naar de nieuwbouw aan de Blelandweg. De raad van bestuur verwelkomde de patiënten voor ze naar een nieuwe afdeling werden gebracht. Een record aantal bezoekers heeft het afgelopen jaar het filmhuis in Gouda bezocht. Er kwamen bijna 30.000 bezoekers genieten van diverse films. Dit is ruim 2500 mensen meer dan het jaar ervoor. Het filmhuis is blij met de hoge opkomst, die mede te danken is aan het invoeren van een zondagochtendvoorstelling. De film De Nieuwe Wildernis werd in 2013 het meest bezocht. Ook de films Night Train to Lisbon en Blue Jasmine waren echte publiekstrekkers. Mobiel internetten, WhatsApp en twitteren. Het is tegenwoordig niet meer weg te denken. Op heel veel locaties in Nederland wordt gratis wifi aangeboden. En Gouda wil in het kader van de gastvrijheid ook gratis wifi aanbieden aan mensen die de stad bezoeken. Onze verslaggever Wilma Godschalk sprak met wethouder Van den Akker over dit onderwerp. Ja, we willen graag, zoals u weet, naar 1 miljoen bezoekers in de stad. En we willen onze bezoekers veel meer gastvrijheid bieden. En ook een langer verblijf in de stad bevorderen. En dat kan onder andere dus ook gratis wifi aan te bieden. Want ik heb begrepen dat er al meer gemeentes zijn die daarmee werken. Hebben jullie daar ook contact mee gehad? We hebben met diverse gemeenten in het land contact gehad. Gekeken ook van wat kan er allemaal technisch, wat gaat het allemaal kosten. We hebben natuurlijk niet zoveel geld, dus we hebben gemeente nu een goede aanbieder te hebben gevonden om daarmee aan de slag te gaan zonder dat het gemeente veel geld gaat kosten. Ja. En vraag die bij mensen op zal komen is, hoe zit het met de privacy voor als je gaat inloggen op het netwerk?
Nou, de privacy is gewaarborgd. De gegevens die gemeten worden, die blijven anoniem, ook voor de gemeente. Dus daar hoeft men niet ongerust over te zijn. Op welke termijn is het operationeel? De eerste helft van dit jaar wordt het in ieder geval operationeel. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk voor de aanvang van het toeristenseizoen dat het werkt allemaal. Afgelopen week werd het Europese kampioenschap waterpolo in Gouda gehouden. Het vernieuwde Groenhovenbad heeft alle faciliteiten om zo'n groot sportevenement te kunnen organiseren. Door dit evenement staat Gouda in Sportland weer enigszins op de kaart. Ook hotels en horeca profiteerden mee van de vele Europese sporters in de stad. In 2016 zal Gouda samen met Alphen het wereldkampioenschap junioren organiseren. In de tussentijd wordt gedacht aan het organiseren van meer grote, belangrijke wedstrijden. Afgelopen zondag werd in het Dwelland College in Gouda het 21ste Winterbierfestival gehouden. Voor liefhebbers en bezoekers waren er bijna 100 winterbieren te proeven. Er zaten enkele prachtige namen bij, zoals Winters Verlangen, Vuur en Gloed en Rook in de Kachel. Het keuren was een serieuze zaak. De resultaten konden vervolgens op een schoolformulier worden genoteerd. Het winnende biersoort was de Rodenburg Midnight Porter. En de organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement met ruim 800 bezoekers. Het afgelopen schooljaar hebben in de Goudse regio bijna 300 jongeren minder hun school verlaten zonder een startkwalificatie dan het schooljaar daarvoor. De voorlopige resultaten van het schooljaar 2012 en 2013 tonen dat er 578 van de bijna 31.000 jongeren zijn die zonder HAVO, VWO of MBO niveau 2 diploma de school verlaten. Dit zijn er 279 minder dan het schooljaar daarvoor. Wethouder Marion Suiker van Onderwijs zegt het volgende. Een prachtig resultaat waar wij als gemeente en onze partners blij mee zijn. Maar aan de andere kant is iedere schoolverlater er nog steeds één te veel. De sterke afname is te verklaren uit de intensieve samenwerking van het onderwijs en de gemeente om schoolverlaters binnenboord te houden. Zo is ingezet op specifieke coaching van jongeren, is er de nadruk gelegd op een strikte verzuimregistratie en de nazorg van de deelnemers aan de entreeopleiding niveau 1. En dan nog het weer. Zaterdag is het overwegend bewolkt, met in de middag misschien een kleine opklaring. De temperatuur ligt rond de 5 à 6 graden met in de avond kans op regen. Zondag verandert er weinig en blijft het overwegend bewolkt. Wel blijft het droog met opnieuw temperaturen rond de 5 à 6 graden. En in de avond valt er opnieuw enige regen. Dit was het voor deze week. Heel graag tot volgende week bij een volgende uitzending van De Week van Gouda. Fijn weekend.